Ja, ik wil in het begin even de shit en het lijn. Ik kan je gewoon aankijken. Ja, praat dan. Oké, ja. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken met mijn vriend en collega Roeland Stekelenburg. Die is nu in Amerika, volgende week is hij weer van de partij. Ik doe het in mijn eentje, maar ik heb er alle vertrouwen in. Piet Jansen, jij bent te gast. MadApp is wat jouw bedrijf, jouw start-up. Nou, is het nog start-up? Noem je nog eens, noem je zelf start-up? Nou, jouw bedrijf. Jij mag het een start-up noemen. Ja, maar je bent het, ja. Wat doen jullie? Wat wij doen bij MadApp, of wat MadApp doet, wij helpen mensen om hun therapietrouw te verbeteren. Dus we helpen ze, want therapietrouw... Wat is dat? Ja, dat is voor de kijker is dat natuurlijk een heel abstract of een heel medisch begrip. En ik denk eigenlijk voor elke Nederlander, maar therapietrouw, moeten we misschien mee starten, is een enorm probleem. Dus als je kunt veel grote problemen hebben, maar therapietrouw is wereldwijd, en dat is al heel lang geleden geschat, op meer dan 500 miljard qua impact. En dan praat je in Nederland, afhankelijk van hoe breed je kijkt, dus of je ook... gemiste arbeidsproductiviteit gaat meenemen over een probleem wat tussen de 9 en de 12 miljard groot is. En heel simpel gezegd, het is gewoon, neem je de medicatie in zoals voorgeschreven door de dokter of door de voorschrijver. En dat gebeurt dus heel vaak niet. Eigenlijk. Mensen vergeten het? Of? Ja, nou onder andere ze vergeten het of ze willen het niet innemen. Of nou, er zijn wel 300 redenen beschreven waarom iemand niet inneemt. En wij bij MadApp hebben dat terugvertaald naar eigenlijk 3 componenten. We zeggen een belangrijke component is die gedragscomponent. Dat zie je eigenlijk bij heel veel mensen. Maar er zit ook wel een educatiecomponent in. Dus dat je bijvoorbeeld weet waarvoor gebruik ik dit geneesmiddel. En hoe gaat het me helpen? Welke bijwerkingen kan ik verwachten? En een derde component is de organisatiecomponent. En dat is eigenlijk niets meer dat je zorgt dat je de juiste geneesmiddelen op het juiste moment hebt. En dat, nou ja, dat klinkt heel makkelijk, maar daar hoort dus ook voorraadbeheer bij, tijdig herhalen. Eigenlijk de hele organisatie van de geneesmiddelen die je gebruikt. Ja, hey, en waarom zijn jullie dit gaan doen? We zijn het gaan doen omdat ik eigenlijk denk de gefrustreerde apotheker was. En mijn co-founder een hele getalenteerde IT-ondernemer. Althans, dat was in die tijd. Dus wij studeerden en we dachten, wat willen we nou doen en waar zit je? En ik was eigenlijk wel gefrustreerd in die lokale apotheek, met name tijdens stages. Dat ik dacht, joh, je staat hier nu aan de balie en dan heb je iemand tegenover je en die kan je eigenlijk gewoon maar heel beperkt helpen. Dus mijn beste gesprek toen in die tijd, dat was er maar eentje. En de andere mensen die hadden een minder goed gesprek of daar had ik hele beperkte interactie mee. En dat wilden we graag anders doen. En je zag gewoon dat er een enorme kans lag om daar iets te verbeteren. En om daarmee ook dat farmaceutische, beetje het oude model te veranderen. En wij dachten dat kan je het beste doen als je begint met een app. Want dat is laagdrempelig. En mijn compagnon Edwin, zeg maar, die maakte al apps. Die deed dat. En die had gewoon al wat mensen met wie die dat kon doen. Dus dat leek een logisch startpunt. Ja. En ook niet heel veel meer dan dat uiteindelijk. Maar goed, als ik nu even kijk. Dus in mijn geval, op het moment dat ik medicijnen nodig heb, dat begint dus bij mijn huisarts. Dus ik ben er langs geweest en ik heb het nodig. Die schrijft een recept uit. Ja. Ik moet naar mijn lokale apotheker. En in mijn beleving gebeurt er eigenlijk niet veel meer dan... huisarts zegt tegen apotheker dat hij mij pillen moet geven. En dan staat op het doosje staat welke dosis ik wanneer moet nemen. Ja. Dat is het enige, dat is voor mij, in mijn beleving, is het enige contact wat ik heb met die apotheek. Ja. Ja. Wat mis ik? Nou ja, ik verbaas me ergens een beetje over. Want je zou in de doelgroep kunnen passen, zeg maar. Dus het grijze haar zou dat kunnen verraden. Maar daar zal ik dan niet verder op doorgaan. Maar er gebeurt wel meer dan dat. En ik begrijp dat je, en dat zie ik zelf ook, je natuurlijk grotendeels zien een transactie die daar plaatsvindt. Namelijk, je krijgt dat doosje. Maar dan op de achtergrond zijn er wel een heel aantal dingen die in de gaten worden gehouden. En dan kun je erover twisten, voor wie is het relevant? Dus is dat nou voor iemand die 1 of 2 pillen krijgt, moeten we daar dat hele systeem voor hebben? Maar mensen die meerdere geneesmiddelen gebruiken, dat noemen we dan de polyfarmacie vaak. Dus 5 of meer geneesmiddelen. Het zijn in Nederland toch 1 miljoen mensen die dat doen. Echt waar? Ja, het is echt bizar. Die markt is zo wijd verspreid en er zijn zoveel mensen die zoveel geneesmiddelen gebruiken, verbaas ik me eigenlijk elke dag weer over. En naarmate die complexiteit stijgt, omdat het aantal middelen stijgt, en therapietrouw dus ook een groter ding nog wordt, is die rol van de apotheek wel belangrijk. Ik denk wel dat die gaat veranderen, zeg maar. En dat je, wat je nu ziet, dat niet meer het model is wat we over een aantal jaren gaan zien. Dus er gaat daar wel veel veranderen in deze markt. Ja. Maar goed, welke
leg maar even uit, welke rol nemen jullie over van ja, de bezoek van mij aan die apotheek? Ja, wat wij eigenlijk doen, we nemen dus nu nog niet per se iets over van die apotheek, zeg maar. Dus nou, misschien dat sommige apothekers dat vinden, maar dat zien wij zelf minder. Eigenlijk wat het zorgsysteem is, we helpen je binnen de muren van het zorgsysteem zo goed mogelijk om naar eer en geweten je erbovenop te helpen of je vooruit te helpen. En dat is in de kern, zeg maar. Vroeger was dat oké, maar tegenwoordig is er een kans om mensen ook thuis te helpen, zeg maar. En als je nou heel realistisch bent, is iemand het grootste deel van de tijd is die buiten de apotheek. Ja. Komt als het goed is, komt hij maar, als hij chronisch ziek is, komt hij 4 keer per jaar in de apotheek. En sommige mensen komen nooit, want die krijgen hun medicatie bezorgd. En je kan niet, denk ik, zeggen of een rol claimen als zorgverlener en zeggen dat je daar veel doet. Dat geldt trouwens ook wel voor voorschrijvers, dus ook wel voor huisartsen. Als je niet iemand die iets langer nodig heeft, ook een tool geeft of een hulpmiddel of begeleiding om ook buiten de muren van jouw winkel of praktijk, om het zo te zeggen, succesvol te kunnen zijn. En dat mist er. Ja. En dat doen wij eigenlijk. Hey, mijn vader leeft nu niet meer, maar toen hij nog leefde had hij zo'n week, ja, zo'n bakje, zeg maar. Die ik meegenomen had voor de foto. Ja, weet je wel waar, die van elke dag. En jullie zijn ook een klein beetje de moderne versie daarvan, toch? Je helpt mensen te herinneren wat ze vandaag op dat moment moeten doen. Ja, eigenlijk wel. En dat is de basis. En daar kun je enorm op door. We zeggen wel eens intern, zeg maar, dan zou je eigenlijk de app alleen daarop kunnen richten. Want je kunt natuurlijk allemaal gave dingen doen om die wekkers, zeg maar, die kun je slim maken. Ja. Dus de doos, zeg maar, die hebben wij dan digitaal gemaakt. Maar het moment van inname, nou, voor veel aandoeningen maakt het niet uit of het... ochtends of 's avonds is. Als het maar vast ritme heeft. Ja, dus een vast ritme heeft. Dan zijn er wel natuurlijk wel best wat geneesmiddelen. Want er zullen ongetwijfeld ook straks collega's gaan meekijken. Die dan zeggen, nou weet je, die Jansen, die moet zijn titel inleveren. Want er zijn echt wel geneesmiddelen die gebonden zijn aan een bepaald tijdstip. Ja. Maar neem een voorbeeld. Dat voor heel veel geneesmiddelen maakt niet zoveel uit of je dat om 6 uur 's avonds inneemt. Of dat je dat om 7 uur of om 7:30 zou doen. En wat er nou gebeurt, is dat mensen vergeten vaak wanneer een patroon afwijkt. Dus als je elke ochtend bij het ontbijt inneemt, dat gaat over het algemeen redelijk. Nog steeds aardig wat vergeten, maar als je dan in één keer dat ontbijt overslaat, of pak het in de avond dat je een yogalesje hebt of dat je ergens anders naartoe moet, dan is de kans dat je gaat vergeten heel veel groter. En dan kun je dus dat stuk, zeg maar, kun je heel veel slimmer maken. Ja. Dus wij kijken in Eindhoven heel erg naar hoe kun je nou die wekker van wat hij nu is. Dus we hebben hem van analoog, hebben hem digitaal gekregen. Ja. En de pillendoos maakte trouwens ook nog niet altijd geluid. Die was vaak gewoon meer om het overzicht te behouden. Ja. Hoe kun je die nou ook slim gaan maken? Hoe kun je bijvoorbeeld AI toepassen, zeg maar, om daar wel stappen te zetten? Vertel daar eens wat over. Hoe zou AI een rol kunnen spelen? Nou, AI zou een enorme rol kunnen spelen in het herkennen van therapieontrouw. Dus we hebben best wel afstudeerders bij ons, zeg maar. Dus dat zijn dan wel jongens met een computer science achtergrond. Hebben we gekeken en ook wel positieve bevindingen, of in ieder geval heel veel hoopgevende bevindingen, dat je therapieontrouw best aardig kan voorspellen. Dus je ziet wanneer iemand dreigt mis te gaan. En we denken dat je daar ook goed op kan bijsturen. En in ons product is het zo, zeg maar, we geven je een seintje en dan gaat er een medicatiewekker af, al dan niet met geluid, en dan kun je die afvinken. En dat op zichzelf, zeg maar, plus allemaal andere context die je uit een smartphone kan afhalen. Dat kan namelijk afhankelijk van wat die gebruiker wil, hoor. Kan dat locatie zijn, kan dat... heel veel sensoren heeft zo'n smartphone eigenlijk. Heb je best wel een setje, zeg maar, aan data. Zeker als je dat voor een hele grote groep doet. Ja. En als je dat langere tijd verzamelt. En daar kan je dan weer allemaal... dan heb je in de AI allemaal specifieke technieken die zich lenen om dit soort patronen te herkennen. Die kan je daarop loslaten en dan kan je daar iets over gaan zeggen. Hey, ik snap dat jullie daar van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ja. Ik zoek nu alleen eventjes naar hoe jullie van toegevoegde waarde kunnen zijn en er geld mee kunnen verdienen. Ja, waar denk je aan als wij... dat is een goede vraag. Want ik denk, jullie nodigen al die partijen uit en dan denk je, ja, dan komen die jongens van MedApp voorbij en die hebben dan hebben een vraagteken. Laten we ze... ik vind dit interessant, want ik denk dat je van toegevoegde waarde helpt mij. Maar wie gaat daarvoor betalen? Ja, dat is wel een goede. We hebben daar in het begin ook wel zelf heel erg naar gekeken. Van wat is nou een model dat voor ons het beste zou werken? Hadden we natuurlijk wel ideeën, maar we hebben wel een aanpak gekozen om heel veel te testen in het begin. En dus we hebben allerlei modellen hebben we getest. Dan moet je denken aan dat er sponsoring is gekomen vanuit bepaalde ziekenhuizen, omdat ze iets van een module wilden maken, ziektespecifiek, waarbij medicatie en therapietrouw heel belangrijk was en dat die gegevens gekoppeld moesten worden. Dat hebben we gedaan voor een aantal partijen.
We hebben dat gedaan met een aantal specifieke apotheken. Dus die zeiden van, joh, weet je, we willen gewoon onze klanten beter binden en beter helpen. Dat soort modellen. We samenwerken met een verzekeraar, zeg maar, die zegt, hey, we zien dit gewoon terug in onze cijfers. Plus we vinden het maatschappelijk superbelangrijk. Dus langs al die dingen hebben we zaken verkend. En waar we nu sterk op inzetten is eigenlijk wat wij noemen een strakkere apotheekservice. Dus dat we zien dat er mensen zijn die zeggen, joh, ik wil breder ontzorgd worden. En ik kies ervoor, zeg maar, om die geneesmiddelen, dus dat MedApp me ook echt actief gaat helpen om die geneesmiddelen aan te vragen bij een voorschrijver. En ze met een gecertificeerde partner bij mij thuis te brengen. En dat is in de kern natuurlijk ook een mooie dienst om de gebruiker te helpen. Ja, want is dat nu al zo of gaat dat gebeuren? Want zoals het bij mij nu gaat, wat ik net schetsen, ja. En dan moet ik in dit geval of ik aan een website gaan of ik moet inspreken. Want ik heb een heel ingewikkelde naam van medicijn. Ja. Moet ik inspreken van... ik vind het eigenlijk best een interessant. Maar goed, zit waarschijnlijk iemand aan de andere kant te luisteren en die snapt wat ik bedoel. Nou, vaak niet. Dus, als je ze ziet, zeg maar, een lijn. Wat zegt hij nou? Ze zien natuurlijk wel het lijstje erbij. Dus ze weten al wat je hiervoor gedaan hebt natuurlijk. Ja. Maar dan kan je het alsnog goed uitspreken, zeg maar. Ja, maar dat is... Maar dus... want ik las op jullie site dat jullie ook die rol zouden kunnen vervullen. Dus in de toekomst, of is dat nu al zo? Dat is nu al zo, maar wij zetten het wel op in een model. En anders dan is het ook, krijgt het een beetje een rare inslag, zeg maar. Wij profileren onszelf, zeg maar, als een partij die, en dat willen we ook echt zijn, want daar geloof ik in, die mensen helpt om hun therapie trouw te verbeteren. Dus dat is voor ons het absolute doel. En het maakt dus ons in de basis niet uit welke zorgverleners je erbij kiest. Zeg maar, je bent voor ons gelijkwaardig of je in Maastricht behandeld wordt of dat je in Amsterdam behandeld wordt. En of je hier kiest voor de apotheek om de hoek van de straat of een apotheek in het centrum, dat maakt mij eigenlijk ook niet uit. Wat wij wel belangrijk vinden is dat je daar goed geholpen wordt. En op het moment dat je zegt, nou weet je, dat lukt me niet of ik worstel ermee om bij zowel een specialist als bij een huisarts als bij nog een andere specialist herhaalrecepten aan te vragen en ik wil gebruik maken van andere dienstverlening, dan kun je kiezen voor een model wat wij dan de apotheekservice noemen en dan profiteren wij ook mee, zeg maar. Dus daar is wel een verdienmodel aan gekoppeld. Maar wel sterk met de inslag dat we dat niet voor iedereen op het platform hoeven te hebben. Ja. Jij zegt van die trouw is eigenlijk dat is de kern van waar we voor staan. Als wij hier met start-ups, met beginnende of anderszins ondernemende bedrijven zitten. Ja. Dan enerzijds wordt er gezegd, je moet focussen, weet je, dat is belangrijk. Ja. En in jouw geval denk ik. Is niet de kleine focus? Alleen trouw, weet je wel. Ja, trouw, die los je toch zo, weet je wel. Als het zo makkelijk was, dan zeg ik altijd, hadden allemaal andere partijen natuurlijk al wel gedaan. En dan was het probleem in de omvang niet heel groot. Ik denk echt dat het verschrikkelijk lastig is om dat te verbeteren. En het probleem met die trouw een beetje, is denk ik nog steeds wel heel erg, dat men zegt, joh, het probleem zit op, het heeft heel veel verschillende redenen. En het bestaat al sinds het moment dat we geneesmiddelen uitgeven, we hebben het nooit kunnen oplossen. En er is ook, er zijn allemaal partijen wel bij gebaat dat het beter wordt. Maar er is niet één unieke partij die er heel veel pijn van heeft. Dus iedereen, zeg maar, is aan het lijden en iedereen is aan het ploeteren. Niemand weet echt hoe ze het moeten oplossen. Maar als je het nu oplost, dan is het nog niet zo dat je meteen, zeg maar, daaraan gekoppeld het perfecte verdienmodel hebt. Terwijl eigenlijk elke zorgverlener die heeft in zijn takenpakket zitten dat hij hier ook iets mee doet. Ja. Want als je als voorschrijver geneesmiddelen meegeeft, dan zou het je verantwoordelijkheid moeten zijn dat die persoon die goed gebruikt. Dat is natuurlijk niet helemaal 100%, maar je moet daar wel voor staan, het gevoel hebben dat dat kan. En als verstrekker, zeg maar, dus als apotheker, moet je dat ook hebben, want dat hoort bij je dienstverlening. En ik vind dat dus ook wel een beetje de rol daar die je moet pakken. Ja. Dus de trouw is, zeg maar, enorm breed, omdat het heel veel onderliggende redenen heeft en dat het verschrikkelijk lastig is om dat voor een hele grote groep mensen over verschillende leeftijdsklasses op te lossen, zeg maar. Dus ik zou soms willen dat dat nog veel specifieker zou zijn. Maar je moet wel echt meerdere elementen aanpakken om succesvol te zijn. Daar geloven wij heilig in. En dus nee, het is heel veel breder. Het is geen klein probleem, het is een groot probleem. Ja, het is een verschrikkelijk groot probleem. En dan heb je het erover of ga je het oplossen. Als je het voor een grote groep substantieel kan verbeteren, en je kan die groep daarmee ook het gevoel geven dat ze meer grip hebben, dan gaan ze hogere kwaliteit van leven ervaren en dan zijn de maatschappelijke kosten lager. En welke ervaringen kun jij nu delen waarvan je zegt dat je onze aanpak is de goede richting?
En naar de, ja, de, ik kan, ik vind dat als ik zeg maar uit, de, uit eigen werk spreek, zeg maar, ja, dan maar denk goed, jij bent nu gewoon bij van WC1. Ja. Maar, dat vind ik, maar ik vraag het jou specifiek. Ja. Nou, en wat leuk is, is en daar kan ik dan zeg maar, daar kan ik me een beetje, dat is heel prettig als apotheker, dat je niet hoeft te zeggen, nou, mijn apotheek is het allerbeste of mijn product is het allerbeste. Maar het leuke van ons product is dat er wel heel veel mensen zijn die het zijn gaan gebruiken. En omdat die App Store en die Play Store publiek zijn, en dat je nu zoiets hebt, zeg maar, als reviews, kun je wel, als jij nu zou surfen zeg maar, naar MedApp in de Play Store of in de Apple App Store, dan vind je echt ongekend veel recensies. Zeg maar. En dan scoren we over die platformen gemiddeld 4,6 sterren. En dat zie je dus allemaal. Dat is enorm goed. Ja. En dan zeg je, nou weet je, als je dan, als ik heel kritisch naar het product kijk, nee, het kan nog steeds heel veel beter. En dat kan het ook echt. Alleen het toont volgens mij dat er gewoon een grote groep is die echt een probleem heeft. En die je dus met een oplossing als die van ons, zelfs in de huidige vorm, dat je ze al enorm goed kan helpen. En we hadden het net even over die verdienmodellen. We hebben bijvoorbeeld ook geëxperimenteerd om die gebruiker te vragen van, joh, wat vind je het nou waard? Of zou je ervoor willen doneren? Ja. En dan zie je dus mensen die wel tot wel 100 euro overmaken voor zo'n oplossing als die van ons. Ja. En dat is echt wel grappig. Ik was afgelopen vrijdag toevallig op het NAG-congres, dus dan zijn er 1200 huisartsen, denk ik. Ja. En dan verbaas je erover wat er allemaal voorbij komt. Er komen er, ik heb een aantal mensen gesproken waar ik dan wel... Eén was heel grappig, die is misschien leuk om hier te noemen. Sprak ik iemand van de prostaatkankervereniging. En dus dit zo'n mensen, patiëntenverenigingen. En hij begon zijn verhaal en toen vertelde ik over wat wij deden, maar ik noemde de naam niet. Dus ik zei, we doen therapietrouw en we maken een platform dat mensen helpt. Zei, ja, dat heb je al lang, dat heet MedApp. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En aan de andere kant zag je daar ook wel artsen die bijvoorbeeld zeiden, nou joh, ik heb een keer 50 euro overgemaakt, want ik ben zelf chronisch ziek. Of ik heb een zoon of een dochter, zeg maar, die wat heeft. Maar het lastige is dat bij jou, weet je, ook die reviews. Ja. Het punt, die goede review krijgt normaal, weet je, mensen oordelen snel. Ja. Dat doen we overal op. En als je een app downloadt, oordeel je ook snel. Ja. Wat bij jullie, pas eigenlijk de waarde, gaat over tijd eigenlijk pas blijken. Ja. Roep je mensen weer op, je hebt nu al een maandje gebruikt onze app. Ja. Als je tevreden bent, laat even weten, want dat is best een ingewikkeld ding, denk ik. Ja, dat is inderdaad best wel een ingewikkeld ding. Ik moet je bekennen, zeg maar, we zijn niet echt aan het optimaliseren om de hoogst mogelijke recensie te krijgen. Ja. En dat is meer omdat we, dan heb je het wel over focus, dat we de tijd en energie heel hard nodig hebben zeg maar, om de allerbeste om de medicatiewekker baanbrekend te maken en om onze andere services zeg maar, goed uit te rollen. Maar we zijn er wel heel erg mee bezig om die gebruikers zo lang mogelijk op het platform te houden. En soms denken partijen, weet je, iemand installeert en hij gaat altijd gebruiken. Dat is natuurlijk gewoon, dat is niet waar, zeg maar. Mensen kijken naar een app en ook heel veel mensen, zeg maar, verwijderen die app. Ja. Dus ook wij hebben daar nog niet een... wij zouden graag willen het aantal mensen dat het platform blijft gebruiken, dat gewoon over de tijd steeds hoger wordt. En we zien daar zeker, zeg maar, de verbetering. Maar in de appwereld, zeg maar, is niks in rechte lijn. Zeg maar. Gaat alles. Je maakt ook wel een keer een fout in de release. Of dan zitten dingen niet goed en dan verlies je gebruikers. Dus dat is wel op een positieve manier ploeteren, zeg maar. Ja. Hey, als je geef mij een indruk. Martinus is onze technicus. Die zien mensen niet, maar die zit hierachter. En die heeft een kat. En die moet altijd om 9:15 ongeveer, of 9:07, hier op dinsdagavond, moet hij een injectie krijgen. Hm. Dus dat is zijn... Die mensen hebben wij ook. Die dat voor een dier... Dat sturen we niet bewust op, maar het gebeurt wel. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat veel van die dingen... Kijk, de eerste keer dat je een notificatie krijgt voor iets... Ja. Dat is bijzonder en je bent weer aan dingen. Wat leert het gebruik jullie, het gebruik van de mensen? Dat is een goed punt. Dus wat wij zien, zeg maar, voor de mensen die chronisch ziek zijn, die meerdere geneesmiddelen per dag gebruiken, en voor wie ze dus wel weten dat het een thema is, kun je met de juiste berichten, zeg maar, kun je ervoor zorgen dat ze de app heel lang gaan gebruiken. Ja. Dus we hebben echt een hele serieuze groep gebruikers, noemen dat een beetje de harde kern, die zijn al meer dan 2 jaar lang, zeg maar, zijn die gebruiker van de service, en die hebben over het algemeen 3, 4, 5 interactiemomenten per dag met het product. En dat betekent dat ze een notificatie krijgen en dat ze een actie ondernemen op die notificatie. En de reden, zeg maar, dat je die trouw om app-trouw, dat je die kan prikkelen, kan je natuurlijk doen door, je kan spelen met de tone of voice van de berichten, maar je kan ook bepaalde functionaliteiten eraan koppelen. Dus in ons geval bijvoorbeeld is het voorraadbeheer is ook gekoppeld aan die notificaties. Dus er zijn best wel wat mensen die erop vertrouwen
dat wij de voorraad heel goed bijhouden en dat je via ons makkelijk dat herhaalrecept kan bestellen. En dan krijg je een soort handeling. Dus dan probeer je het in te bouwen in het systeem. En dan denk je, oh ja, even afvinken, want dan hoef ik er zelf ook niet meer over na te denken. Ja. En zo komt dat. Dus wellicht voor de kat kunnen we daar... Ja, kun je iets vergelijkbaars... Ja, dan kunnen we de kat ook de kwaliteit van leven van de kat verhogen. En jij, je zei het in het gesprek al een beetje, maar je zei, weet je, ik ben apotheker. Ja, dat is even voor mijn beeld, hè? Want ik ga naar de huisarts. Die huisarts zegt tegen mij, dit is medicijn wat jij de komende tijd nodig hebt. Dan stuurt hij een recept naar de apotheker. Dan ga ik daar naartoe en dan krijg ik dat. Ja. Ik denk als ik daar kom altijd van, ja, weet je, kan je dat niet, weet je wel. Cut out the crap, zeg maar, weet je. Cut out the middleman. Ja. Kan dat niet zonder die apotheker, kan ik niet gewoon rechtstreeks. Ja. Kan die huisarts voor mij dat niet in één keertje leveren? Ja. Nou, in sommige gevallen zou dat kunnen, zeg maar. Maar als je kijkt naar de rol die die primair heeft, dus even onafhankelijk van de setting, dan is het idee, zeg maar, dat een apotheker ervoor borgt dat het geneesmiddelbeleid voor de individuele gebruiker, dat dat goed is. En nou, daar komen dan best wel dingen bij kijken, want dat betekent één, dat je ervoor moet zorgen dat je de infrastructuur hebt om de persoon de juiste geneesmiddelen te geven, maar dat je ook voor iemand zult moeten controleren van, kan dit geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen, en kunnen we die persoon voorzien, en is dat nodig, van het juiste advies, zeg maar, om dat product goed te gebruiken, zeg maar, zodat hij daarmee optimaal, dat optimaal effect heeft. Ja. Dus ik denk, je zult zien, zeg maar, dat bij mensen die minder geneesmiddelen gebruiken, is die toegevoegde waarde in mijn optiek minder. Beperkt, die dat mag je ook wel echt beperkt noemen. In sommige gevallen zijn er ook wel apothekers die er een invulling aan geven, dat ik ook, als ik, zeg maar, als meer zorgconsument in de winkel sta, of in de apotheek, dat ik denk, wat doe ik hier? Dus dan zit er echt wel heel veel frictie en ook wel frustratie bij de gebruiker. Maar voor het algemeen, zeg maar, zou je inhoudelijk gezien, en er kunnen nog allemaal dingen, we kunnen er uitgebreid over hebben hoe je dat optimaal zou inrichten. Daar kunnen we een avond op zich aan wijden. Maar is het idee dat je wel iemand echt kan helpen bij goed geneesmiddelgebruik, en haalt die apotheker ook wel echt veel fouten eruit. Dus die check is wel, hij is er niet voor niets. Nee, zeg maar. Dat is, nee. Dus ze zijn niet helemaal overbodig, alleen de invulling zou anders kunnen. Ja, hey, en ze zijn niet helemaal overbodig, maar... jullie zijn wel een klein beetje aan het wegsnijden, of niet? Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat je in de markt een bepaalde verschuiving gaat zien. En dat je gaat krijgen dat er dus mensen zijn die zeggen, ik wil een alternatief dienstaanbod. En ik denk dat wij een partij worden die daarin, of ik hoop dat wij een partij worden, en ik zie het nu gebeuren, want we doen het, die daarin een serieuze rol kan nemen. En ook een rol kan nemen om dat op een goede manier te doen. En dan ben ik wel heel erg blij dat ik in mijn voeter, zeg maar, kan zeggen dat ik apotheker ben. Ja. En niet dat ik, zoals in Amerika bijvoorbeeld, dat ik Jeff Bezos ben. En dat ik gewoon maar Ik denk dat ik elk terrein kan verstoren. Precies, en dat ik een ordinaire informatica-achtergrond heb. En dat ik dan denk dat ik op elk domein, zeg maar, dat ik kan excelleren. Ja. Dat lukt hem trouwens nog wel heel erg. Maar... Ja. Dus ik voorzie, zeg maar, dat als je dat echt goed wil doen, en de Nederlandse zorgverleners en volgens mij de Nederlandse zorg zouden moeten willen, dan kun je het net anders inrichten, waarbij je die verschuiving, zeg maar, beter gaat faciliteren. En ik hoop dat wij daar wel echt een grote rol in gaan spelen. Dus aan de ambitie ligt het niet. Nee. Hey, en als je het over de ambitie hebt, wat is je ambitie? Wat zijn de volgende stappen die jullie willen zetten? De ambitie die we nu hebben, dus als je gewoon bij ons binnenkomt, zeg maar, in Eindhoven, dan zie je nu, afhankelijk van de dag waarop je komt, zeg maar, 15 tot 18-tal mensen, zeg maar, zie je aan de slag om dat product zo goed mogelijk te maken en te zorgen. Zijn het programmeurs? Wie zijn dat? Nou, dat is grappig. Dat was vroeger heel erg IT-gedreven. Dus dan hadden we eigenlijk alleen maar programmeurs. Ik denk dat we hadden ook een beetje een applicatie waarvan je mensen zeiden van, ja, weet je, gebruiken mensen dit? Want het is helemaal niet mooi. En sommige dingen waren ook helemaal niet handig. Die waren extreem functioneel. Ja. En gelukkig hebben we nu het voorrecht, en dat is mede door financiering, dat je dat team veel diverser hebt kunnen maken. Dat is al best een tijd aan de gang. Dan hebben we dus ook mensen met een industrial design achtergrond die heel erg kijken naar de gebruiker. We hebben heel veel gebruikers over de vloer. Dus wij zijn van waar we voorheen echt een techbedrijf waren, zijn we nu meer een zorgbedrijf aan het worden met een hele sterke technische component. Ja. En dan concrete teamsamenstelling. Je hebt een Android-programmeur, je hebt een iOS-programmeur. En dan heb je nog vaak een extra programmeur erbij voor de frontend. Ja. En dan heb je backend-programmeurs. En dan heb je industrial designers, een paar. Dus de product owner hangt daarboven. En zij doen natuurlijk ook wel iets meer dan dat. Ja.
Dan heb je iemand voor marketing, of twee mensen eigenlijk voor marketing, iemand voor communicatie. We hebben best wel veel customer succes, want heel veel gebruikers ons bellen. En wij kunnen bijvoorbeeld, en dat is een praktisch voor, afgelopen maandag... Wat je vroeger de helpdesk noemde, zeg maar. Wat je vroeger de helpdesk noemde. Maar de helpdesk was toen, en dat is dus ook wel een goede dat je dat zegt, in de zorg was het ook zo, die was heel erg reactief. Je had een probleem en dan moest dat opgelost worden. Ja. En wij zeggen, als je customer succes goed doet, dan moet je proactief zijn. Dus dan moet je zeggen, joh, we zien, net zoals het voorspellen van therapie trouw of therapie ontrouw, we zien dat het niet goed gaat of we zien dat het niet lukt, kunnen we je helpen? En dan zeg je, nou ja, graag zelfs. Dat willen we heel graag doen. Dus dat contact met de gebruiker, dat zijn we extreem gaan opzoeken. En daar heb je dan ook steeds meer mensen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is intensief dus. Dat is heel erg intensief. Dat heel persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Ja. Maar je moet je voorstellen, als wij mensen bellen, en dat doen we vaak voor gebruiksonderzoek, zeg maar. Ik denk dat wij op weekbasis dat we wel 1000 mensen spreken. Echt waar? Ja, ja, dat gaat echt wel. Er zitten echt wel veel mensen zijn aan het bellen. Als je iemand belt, dan de meeste mensen die wij bellen, zeg maar, die herkennen ons, omdat ze het product herkennen. Maar die zouden ook zeggen, joh, ik stop even, zeg maar. Of ik zit op de snelweg en heel veel mensen gehad die aan het rijden waren en zeggen, oh, ik parkeer even en dan, want dan wil ik even met Mette praten. En dat is wel heel erg leuk. Dus je kunt... Dus niet alleen zijn ze trouw aan de medicatie, maar ook trouw aan jullie? Nee, ja, eigenlijk wel. En we hebben er allerlei voorbeelden van. We hebben bijvoorbeeld als mensen gevraagd om mee te doen met een kerstgroet en dan krijg je nou over 1000 reacties, zeg maar. En er staan wel berichten dus van mensen die zeggen dat er geen licht meer was aan het eind van de tunnel en hoe wij ze daar geholpen hebben. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, zeg maar. Want ik dacht in het begin, we kunnen mensen hier echt wel bij helpen. Maar ik had niet gedacht dat je... Het is lastig om als gezond persoon je echt te verplaatsen in de belevingswereld van iemand die ziek is. En als je dat dan eenmaal zo ziet gebeuren, dan is dat als zorgverlener, zeg maar, is dat ontzettend mooi. Snap dus dat, als je nou kijkt, wat zijn nou, om voor jullie bedrijf, om een volgende stap te zetten, wat zijn de horden die je moet nemen? Ja, je zult, als je de volgende stap wilt zetten, zeg maar, zul je het product dat we nu hebben, en dat gaan we geschikt maken of zijn we steeds geschikter aan het maken voor de grote groep medicatiegebruikers in Nederland. En dat betekent ook dat als we dat geschikter willen maken voor die grote groep medicatiegebruikers in Nederland, dat we op bepaalde plekken wat meer de diepte in moeten gaan. En een concreet voorbeeld daar, niet het enige, is, ik kan er twee noemen. Een daarvan is bijvoorbeeld de hele ontwikkeling rondom de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Wij worden ook een PGO, zoals dat heet. En dan vraag ik me af wat die PGO's precies gaan doen. Dat is voor mij nog niet altijd helemaal duidelijk. Maar de onderliggende stroom die ik eruit zie, is dat data en de zorg, zeg maar, heel veel vloeibaarder gaat worden eigenlijk. En dat we allemaal schotten gaan weghalen, zodat de partijen beter kunnen gaan werken en dat die zorgconsument dat die meer inzicht krijgt in zijn gegevens. Nou, op die stroom gaan we meevaren. Dus we zijn in dat stelsel, zeg maar, hebben we ons aangemeld. En dat betekent ook dat we, dat we bepaalde certificeringen hebben moeten doorgaan. Dus we zijn ISO gecertificeerd, NEN gecertificeerd. Dat waren echt belangrijke hordertjes om te nemen. Ja. En dat wil je dus groter neerzetten. Daar wil je dus ook mee zorgen dat eigenlijk elke zorgverlener in Nederland weet die voorschrijft van, joh, als je dit doet, dan moet er eigenlijk ook Mette bij. Dan moeten we een applicatie geven die mensen helpt om het goed in te nemen. En dat zijn wij dus. En aan de andere kant, rondom het stuk van die apotheekservice, dat we dus mensen helpen om succesvol, zonder zorgen, medicatie opnieuw in huis te krijgen. Dus zowel het herhaalrecept als het daadwerkelijke doosje. Dat we dat ook goed en op schaal gaan opzetten. Ja. Hey, op wie, als je het hebt over, zeg maar, de marketing, je probeert je publiek te bereiken. Ja. Op wie richten jullie je dan? Je hebt meerdere doelgroepen, zeg maar, die een onderdeel van dit verhaal maken. Ja, dus de groep medicatiegebruikers is heel groot. Maar wat je ziet is dat medicatiegebruik stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. En dan zeggen wij eigenlijk, we richten ons met name op de groep 50 tot 70, zeg maar. Dat zijn echt de bulk van de gebruikers. En dan heb je een uitschieter naar onder voor alle mensen die eigenlijk ongelukkig getroffen zijn, of die een erfelijke aandoening hebben, of wat voor zaken dan ook. En aan de bovenkant heb je nog een serie uitschieters met mensen die het heel leuk vinden om daar een iPad of een telefoon voor te gebruiken. Ja. En die groep die groeit heel hard. Dus de mensen, zeg maar, tussen de, ik denk onze oudste gebruiker, zeg maar, die zal 93 zijn, zeg maar. Okay. Maar die vindt dat dan mooi en die loopt daarin. Maar ik realiseer me heel goed dat er ook heel veel andere mensen zijn van 93 die niet... Dat niet, willen. Maar ja, weet je wel, als je natuurlijk dat...
als je naar de toekomst kijkt, weet je, dat is, ben ik zeg maar als ik 90 ben en dan snap ik wel hoe die iPad werkt. Exact, ja, de bovenkant valt er vanaf en aan de onderkant het verjongt zeg maar in die zin, of het qua technologie is dat in ieder geval. Ja. Dus dat, ja, daar is de trend wel en de waait de wind in de rug op dat vlak. Ja. Wie is jullie concurrent? Waar moet je je zorgen over maken? Nou, die concurrenten kan je definiëren langs meerdere assen. Dat heeft ook een beetje te maken met denk de aard van ons product. Sommige mensen zouden zeggen, ja, de apotheek is een concurrent. Ik denk dat dat niet helemaal waar is, want die apotheekmarkt is enorm groot. En wij richten ons op een specifiek stuk gebruiker. Plus, we stellen die gebruiker in staat om te gaan naar de apotheek waar die wil. Dus eigenlijk... Ja. Elke apotheek die moet met en die kan met ons meedoen. En ik vind eigenlijk ook dat die met ons moet meedoen om het te veranderen. Dus dat zie ik dan wat minder. Je hebt wel partijen die ook een product maken zoals dat van ons. Dus in Amerika bijvoorbeeld is Medisave heel groot. En dat is echt wel een partij. Ze komen oorspronkelijk uit Israël. Waar gewoon heel veel geld in geïnvesteerd is. Waar mensen zitten die heel bekwaam zijn. Die echt ook bezig zijn om therapietrouwproblemen op een vergelijkbare aanvliegroute op te lossen. Ja, maar cultuur is een belangrijk ding in deze wereld. Ja. Nederland is anders dan Duitsland, is anders dan België. En jullie hebben internationale ambities ook zelf. Ja. Hoe moeilijk is het om die culturele barrières te slechten? Dat is best lastig. En mijn ervaring nu... Het klinkt simpel, hè, in het begin. Want iedereen heeft zeg maar een schemaatje nodig om zijn pillen te nemen. Ja, het probleem komt overal voor. Nee. Weet je, dat twijfelt niemand aan, want overal wordt medicatie gebruikt. Ja. Dus overal zul je therapietrouw hebben. Maar als je nu kijkt naar wat is de rol van de verschillende zorgverleners in het systeem, dan wisselt dat enorm van land tot land. Dus praktisch voorbeeld, bijvoorbeeld in België zijn er heel veel meer apotheken dan in Nederland. En die vervullen daar een andere rol. Die hebben ook meer een wat meer drogisterijfunctie. Ja. En dus je zult heel goed moeten kijken van oké, hoe gaan we? Want de zorgwereld is complex. Het is geen taxirit of een bosje bloemen of iets anders wat je over de grens brengt. En het is al moeilijk zeg maar om in meerdere landen te opereren. En wij hebben voor de Belgische markt en dan het gedeelte in Vlaanderen, waar men Nederlands spreekt, hebben we best wat gebruikers die de app gebruiken. En die hebben... nu een mindere gebruikerservaring, want er zijn minder geneesmiddelen, er zijn geen Belgische geneesmiddelen in, Belgische apotheken staan er niet in, maar toch zie je dat ze het gebruiken, zeg maar. Dat is maar een kleine groep, maar we zien daar mensen in, zeg maar, die het heel trouw gebruiken. Dus ik ben best wel comfortabel dat als je dit goed doet, dat je dit in eigenlijk elk Europees land zou moeten kunnen doen. Maar de vraag is, hoe ga je zorgen dat je daar de grote groep bereikt, hoe ga je zorgen dat het voor die modellen goed aangekoppeld wordt? Het voordeel en het nadeel is natuurlijk dat Amerikaanse of dat voorbeeld van wat is het Israëlische bedrijf wat in Amerika opereert. Medisave, ja. Het voordeel is dat zij ook niet heel snel andere landen zullen gaan pakken, want Amerika is groot genoeg om eerst eventjes hun aandacht op te richten, denk ik. Ja, dat is een enorme geneesmiddel. Ja, weet je wel, dat is een groot land waar je met één taal en één cultuur, althans, de cultuur wisselt natuurlijk een beetje, maar uit de voeten kan. Ja. En hier zie je natuurlijk eigenlijk altijd, die Amerikaanse bedrijven, die hebben ontzettend moeite mee om in Europa iets te gaan doen. Want zij denken, als ik in Londen ga zitten, dan heb ik Europa, zeg maar. Dus is het ook een voordeel voor jullie dat je hier vanuit Nederland opereert? Ja, ik denk het wel. Dus als je, en dat is wel grappig, want dat is ook in een onderzoekje is dat aangetoond. Dus als je een product hebt als dat van ons, wat eigenlijk makkelijk toegankelijk is, dan gaan mensen daar ook dingen mee doen. Dus zo kwam er bijvoorbeeld een keer voorbij dat iemand zei, joh, er is een professor huisartsengeneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven, die heeft een artikel gepubliceerd in een huisartsenblad, waarin ze jullie product, waarin ze kijkt welke app is er nou beschikbaar voor ouderen. Dus eigenlijk een groep die zijn ook vertegenwoordigd in ons product, maar is niet de overgrote meerderheid. Nee. Welke app is er nou voor ouderen het allerbeste? En dan heeft ze wereldwijd gekeken. En dan kijkt ze dus ook naar die Amerikaanse concurrent en naar ons. Nou, en die Amerikaanse concurrent, zeg maar, er is verschrikkelijk veel meer geld in geïnvesteerd. Er zijn heel veel meer resources. Maar toch zijn wij de beste voor deze groep. En dat heeft dan onder andere te maken met dat het product van ons in het Nederlands beschikbaar is, zeg maar. Ja. En dat maakt voor een deel van de gebruikers maakt dat veel uit. En zo zijn er nog wat andere dingen. Dus ik denk dat het voor ons om hier te zitten is het een enorm voordeel. En ik denk als je enkele Europese landen, zeg maar, hebt. Ik hoef niet in... Ja, het zou hartstikke mooi zijn om in heel Europa de marktleider te zijn. Maar als je de helft van Europa kan doen, dan heb je al qua omvang... Ja, dan als je dat echt goed wil doen, dan heb je een... Maar dat is wel je ambitie. De ambitie is om het breder te doen dan Nederland, zeg maar. Ja. Daar leent het probleem zich voor. En ik denk dat het ook ontzettend leuk is als je dat kan doen. Maar goed, die kans moet je wel... Die moet je zelf creëren door heel hard ervoor te werken. En dan moet je hem ook een beetje krijgen. En dan moet je nog ook weer de wind wat in de rug hebben. Maar
We gaan het wel echt proberen. Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt. Veel succes ermee. Ja, merci. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Web voor de gastvrijheid. Volgende week is, als het allemaal goed is, Stekel ook weer van de partij. Heb je deze uitzending live bekeken en de eerste gemist? En anderszins, whatever. 10 jaar topnames kun je terugzien via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dankjewel.